Als het door Tolkien gebruikt in de trilogie The Lord of the Rings, is gebaseerd op het Latijn en alleen maar Romeinse letters. Er zijn drie grote stromingen, drie grote talen in het Elfs. Het Kendriaans, het Alvaren en het Eldaren. Het alfabet van de Elfen is gebaseerd op het Romeins alfabet, zoals in het Latijn. Tolkien heeft de Elfse talen gemaakt toen hij nog klein was. Aangezien hij van kleins af aan al heel erg geïnteresseerd was in talen. Als hij geen soldaat was geweest of een schrijver, was hij waarschijnlijk cryptoloog geweest, omdat hij zo hard geïnteresseerd was in oude talen. De elfen, zoals we ze zien in Lord of the Rings, spreken deze talen. Alleen de hoogsten spreken het Eldaren, zoals de hobbits het noemen, de taal van de koningen.